En we gaan gelijk van start. We starten met 3 lossen als het eerste stokje. Plus nog 1 stokje erbij. Dus daar waar je gesloten bent met een halve vaste. In de volgende 2 steken haak je ieders 1 stokje. Dus de eerste. En in de steek daarna ook 1 stokje. In de volgende steek haak je 2 stokjes. 1 en nummer 2. 3 lossen. In de volgende 2 steken ieders 1 stokje. Dus nummer 1 en nummer 2. Nu gaan we een kleine verandering doen. We gaan nu 5 lossen haken. 3, 4, 5. We slaan het groepje van 3 samenhakende stokjes over en 1 stokje in de volgende 2 steken. Dus nummer 1 en eentje ernaast. Nu 3 lossen. In de eerste steek haak je 2 stokjes, nummer 1 en nummer 2. In de volgende 2 steken haak je 1 stokje, dus het eerste en het tweede stokje. En in de steek daarna haak je 2 stokjes, dus nummer 1 en nummer 2. Nu 3 lossen. In die volgende stok van de voorgaande toer haak je 3 stokjes. 1, 2 en nummer 3. En 3 lossen. Nu gaan wij van hier tot en met hier de herhaling doen. Garen pakken. Zo. In de eerste steek haak je 2 stokjes. Nummer 1 en nummer 2. Over de volgende 2 steken haak je 1 stokje. Dus de eerste en de volgende ernaast. En in de steek daarna haak je 2 stokjes. 1 en nummer 2. Nu 3 lossen. Nummer 3. In de volgende 2 steken haak je ieders 1 stokje. Dus nummer 1 en nummer 2. 5 lossen. 3, 4, 5. Sla het groepje over. En in de volgende 2 steken ieders 1 stokje. Dus nummer 1 en nummer 2. 3 lossen. 1, 2, 3. In de eerstvolgende haak je 2 stokjes. In dezelfde steek dus. 1 en nummer 2. Over de volgende 2 steken haak je 1 stokje. 1 en nummer 2. En in de volgende haak je 2 stokjes. Dus het eerste stokje. Dus in dezelfde steek. En nummer 2 erbij. 3 lossen. 2, 3. En in de losse stok in de ketting haak je 3 stokjes. Nummer 1, nummer 2 en nummer 3. En 3 lossen. Nu ga je van hier tot en met 3 lossen de herhaling doen. En we gaan samen de toer weer sluiten. Ik ben rondgehaakt en ik ga sluiten in de derde lus met een halve vaste. Zorg dat je onder 2 draadjes doorgaat met je haaknaald en haal hem door. 3 lossen. Dat is dus het eerste stokje. In de volgende 2 steken ieders 1 stokje. Dus nummer 1 en nummer 2. Nu 1 lossen. En over de volgende 3 ieders 1 stokje. 1, nummer 2 en nummer 3. Nu ga je weer
de scheiding maken, 3 lossen. In de volgende 2 stokken 1 stokje. Dus nummer 1 en nummer 2. Nu haak je 2 lossen, sorry. Door naar de volgende 2 stokjes en daar haak je ieders 1 stokje in. 1 en nummer 2. 3 lossen. In de eerste 3 steken haak je 1 stokje. 1, nummer 2 en nummer 3. Nu eerst 1 losse. En over de volgende 3 steken ieders 1 stokje. 1, nummer 2 en nummer 3. 3 losse. In de eerste haak je 2 stokjes. In de tweede steek haak je ook 2 stokjes. Sorry, 1 stokje. En in de derde 2 stokjes. Dus 2, 1, 2. En 3 lossen. Nu gaan we de herhaling doen van hier tot en met hier. Bijpakken. In de eerste 3 steken 1 stokje. Dus nummer 1, nummer 2 en nummer 3. 1 losse. En in de volgende 3 steken 1 stokje. Is nummer 1. Nummer 2 en nummer 3. Nu 3 lossen. Over de volgende 2 steken ieders 1 stokje. Dus nummer 1 en nummer 2. 2 lossen. Oh, ik mis een draadje. In de volgende 2 stokjes haak je 1 stokje. Dus je slaat het groepje van 5 lossen over. Dus de ketting van 5 lossen sla je over. 3 lossen. In de eerste 3 steken haak je 1 stokje. 1. Dat is nummer 2. En nummer 3. 1 lossen. Over de volgende 3 steken 1 stokje. Dat is nummer 1. Nummer 2. En nummer 3. Nu 3 lossen. 1, 2, 3. In de eerste haak je 2 stokjes. Dus nummer 1 en nummer 2. In de volgende haak je 1 stokje. En in de steek daarna haak je 2 stokjes. 1 en 2. 3 lossen. Nu ga je van hier tot en met de laatste 3 lossen de herhaling rondhaken en we gaan samen de toer weer sluiten. Ik ben de toer rondgehaakt en we gaan sluiten in de derde lus met een halve vaste. Onder 2 draadjes doorsteken. Daar. Goed, we gaan nu weer starten met 3 lossen als zijnde eerste stokje. En in de volgende 2 steken erna ieders 1 stokje. Dus nummer 2 dus daarnaast. Even wat draad pakken. Zo. En nummer 3 ernaast. 2 lossen. In de volgende 3 steken ieders 1 stokje. Dus nummer 1. En nummer 2 en nummer 3 ernaast. 3 lossen.
in de volgende twee steken ieder één stokje. Dus nummer 1 en nummer 2. Slij de ketting van 2 losse over en in de volgende twee steken ieder één stokje. Drie lossen. In de volgende drie steken ieder één stokje. Dus nummer 1, nummer 2 en nummer 3. Twee lossen. Over de volgende drie steken ieder één stokje. 1, 2 en nummer 3. Drie lossen. Nu, in de eerstvolgende steek start je met 2 stokjes. Eerste en de tweede. Over de volgende 3 steken ieder 1 stokje. Dus 3 stuks op een rij. Dus nummer 2 en nummer 3. En in de volgende, oftewel het laatste stokje van de herhaling, haken we 2 stokjes. Even het draad pakken. Hier. 2 stokjes, dus nummer 1 en nummer 2. Ja, ik zit verkeerd. Nummer 2. Zo, 3 lossen. We gaan nu van hier tot met daar de herhaling doen. In de eerste steek, eerste 3 steken, haak je ieder 1 stokje. Dus nummer 1, nummer 2 en nummer 3. 2 lossen. Over de volgende 3 steken weer 1 stokje. Nummer 1. Nummer 2 en nummer 3. 3 lossen. In de eerste 2 steken haak je 1 stokje. 1 en nummer 2. De ketting van 2 lossen sla je over en in de volgende 2 steken haak je ieders 1 stokje. 3 lossen. In de volgende 3 steken haak je ieders 1 stokje. Dus nummer 1, nummer 2 en nummer 3. 2 lossen. Over de volgende 3 steken weer 1 stokje. 1 is nummer 2 en nummer 3. 3 lossen. In de eerste steek haak je 2 stokjes. Dus het eerste en het tweede stokje. Over de volgende 3 steken haak je 1 stokje. 1, nummer 2 en nummer 3. En in de volgende haak je 2 stokjes. 1 en 2 en 3 lossen. Ik zit verkeerd met mijn draadje. Nu, even kijken. Van hier tot en met de laatste 3 lossen ga je herhalen. En we gaan samen de toer hier sluiten. Ik ben rondgehaakt. We gaan de toer sluiten en starten aan de volgende toer. We sluiten met een halve vaste in de derde lus. Zorg weer voor dat je onder 2 draden doorhaakt. Nu. We starten weer met 3 lossen als eerste stokje. In de volgende 2 steken ieder 1 stokje. Nummer 1 en nummer 2 daarnaast. Heb je 3 op een rij. Nu 3 lossen. 2, 3. In de volgende 3 steken ieder 1 stokje. Dus nummer 1. Daar. Nummer 2 daarnaast.
En nummer 3 daarnaast. 3 lossen. Nu. 3 lossen raakt. In de eerste stok haak je 1 stokje. De volgende 2 haak je samen. Dus 2 samengehaakte stokjes. 1 en nummer 2 onderafgemaakte stokje. En doorhalen. En in de volgende 1 stokje. 3 lossen. In de volgende 3 steken ieders 1 stokje. 1, 2 en nummer 3. 3 lossen. In de volgende 3 steken ieders 1 stokje. Dus nummer 1, nummer 2 daarnaast en nummer 3 daarnaast. 3 lossen. Nu zijn we bij het tweede motief aangekomen die we net gecreëerd hebben. In de eerste haak je 2 stokjes. Nu in de volgende 1, 2, 3, 4, 5 steken haak je 1 stokje. Dus 5 stokjes naast elkaar. Dus nummer 1, nummer 2, nummer 3, 4... en nummer 5. En in de volgende haak je 2 stokjes. 1 en nummer 2. Nu 3 lossen. We gaan nu van hier tot en met hier de herhaling doen. We starten in de eerste 3 steken met 1 stokje. 1, nummer 2 en nummer 3. 3 lossen. In de volgende 3 steken ieders 1 stokje. Dus nummer 1. Nummer 2 daarnaast en nummer 3 daarnaast. 3 lossen. Dan gaan we het middenstuk weer samenvoegen. In de eerste haak je 1 stokje. 2 stokjes samenhaken over de volgende 2 stokjes. Dus het eerste onafgemaakte stokje en het tweede onafgemaakte stokje. In de volgende steek 1 stokje. Hier. 3 lossen. 1, 2 en nummer 3. In de volgende 3 steken ieders 1 stokje. Dus nummer 1, nummer 2 en nummer 3. 3 lossen. In de volgende 3 steken weer 1 stokje. 1, nummer 2 daarnaast en nummer 3 daarnaast. 3 lossen. In de volgende steek haak je 2 stokjes. 1 en nummer 2. En over de volgende steken tot de laatste haak je 1 stokje. Dus nummer 2, nummer 3, 4, 5. Daar. In de laatste haak je 2 stokjes, 1 en nummer 2, 3 lossen. Van hier tot hier is de herhaling. Haak je rond en we gaan samen de toer weer sluiten. Ik ben rondgehaakt en we gaan sluiten in derde lus met een halve vaste. Daar. Nu, volgende toer. 3 lossen.
over de volgende twee steken ieders één stokje. Nummer 1 en nummer 2 daarnaast. Haak nu 3 losse. Over de volgende 3 steken ieders één stokje. Dus nummer 1, nummer 2 daarnaast en nummer 3 daarnaast. Hier is nummer 3. Nu 3 losse. 1, 2, 3. Nu gaan we de 3 stokjes samenhaken. Dus in de eerste steek een onafgemaakt stokje. In de tweede een onafgemaakt stokje. En in de derde een onafgemaakt stokje. Heb je 4 lussen op de naald. Omslaan en doorhalen. 3 losse. Over de volgende 3 steken weer 1 stokje. Nummer 1. Nummer 2 en nummer 3. Daar is die bijna. Ja. 3 losse. Over de volgende 3 steken weer 1 stokje. Dus nummer 1. Nummer 2 daarnaast. En nummer 3 daarnaast. 3 losse. In de eerste steek 2 stokjes. 1 en nummer 2. Over de volgende 7 stokjes. Ieders 1 stokje. Dus nummer 2. Nummer 3. Nummer 4. En nummer 5 daarnaast. Nummer 6. En nummer 7. Zit verkeerd. Daar is die dan. Nummer 7. In de volgende 2 stokjes. Nummer 1 en nummer 2. 3 losse. 3. Nu gaan we van hier tot en met hier de herhaling doen. In de eerste 3 stokjes gaan we starten met 1 stokje in elke steek. Dus 3 stokjes op rij. Nummer 1, nummer 2 en nummer 3. 3 losse. 1, 2, 3. Over de volgende 3 steken weer 1 stokje. Ook ik prikte wel eens naast, helaas. Hier is de eerste en de tweede en de derde daarnaast. 3 losse. 3 stokjes samenhaken. Dus de eerste onafgemaakte stok, de tweede onafgemaakte stok en de derde onafgemaakte stok. 4 lussen op de naald, draad omslaan en doorhalen. 3 losse. Over de volgende 3 steken weer 1 stokje. Nummer 1, nummer 2 en nummer 3. 3 losse. Over de volgende 3 steken weer 1 stokje. Dat is nummer 1. Nummer 2 daarnaast en nummer 3 daarnaast. Nu. 3 losse. In de eerste steek 2 stokjes. Nummer 1 en nummer 2. Over de volgende 7 steken 1 stokje. Dus iedere steek 1 stokje. 2. Nummer 3. Nummer 4. 5. 6. En nummer 7. En in de volgende 2 stokjes. Dus nummer 1 en nummer 2. En 3 losse. Ik zit verkeerd. Ja. 1, 2, 3. Nu haak je van hier tot en met hier rond. En je gaat de toer weer sluiten met een
halve vasten.